Dit is het Tina Shop spel. Het spel dat door de lezeressen van Tina nu al uitgeroepen is tot het meidenmonopolie. In het spel start je winkeltjes in kleding en accessoires en koop je dat ook bij je tegenspelers. Het doel van het spel is ook om zoveel mogelijk celebrities aan je winkel te binden, want dat levert je net even wat meer punten op. Het Tina Shop spel bevat natuurlijk 4 shoppers. Daarnaast een spelbord waarop je Tina's stad ziet. Er is een sterrenrad dat bepaalt welke celebrities hot zijn. En verder zijn er paskamers, outfits, speelgoed en extra winkels. Je beweegt met je shopper over het speelveld en wanneer je bij een nieuwe winkel komt, dan kan je die kopen. Kom je bij een winkel van een tegenspeler, dan moet je betalen en ga je shoppen. Je kiest je outfit, je betaalt je tegenspeler en je hebt weer een prachtige outfit. Complete outfits zijn punten waard. Kom je nou op een gegeven moment weer op je eigen winkeltje, dan mag je gaan uitbreiden en wordt je kleding ook duurder. Verder vind je een warenhuis, ijssalon en een pinautomaat. De eerste die 10 punten haalt, heeft gewonnen.